De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft besloten geen deel te zijn van de nationale dialoog die gisteren van start is gegaan. In een brief aan de president heeft de VES aangegeven dat zij de regering meerdere malen heeft geadviseerd het beleid om te buigen om de economie weer op spoor te krijgen. De VES benadrukt wel een bijdrage te willen leveren om de economie van Suriname gezond te maken. Echter heeft zij bedankt om deel te zijn van een nationaal dialoog. De VES zal wel beschikbaar blijven voor elke zinvolle ondersteuning van het sociaal-economisch beleid. Het ministerie van EZ vermeldt in een persbericht dat ondernemers zoals landbouwers nu weer brandstof kunnen kopen in vaten en jerrycans. Echter wijst het ministerie erop dat hamsteren nog steeds verboden is, conform het decreet hamsteren houdende regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen in buitengewone economische omstandigheden. GCI Unify heeft zaterdag in samenwerking met de Community Hub 30 kinderen via spel en voorlezen tot groene ambassadeurs gemaakt. GCI heeft daarbij aan elk kind een leerlingenboek Groene Ambassadeurs gegeven. Met hulp van de samenleving is GCI voornemens zoveel mogelijk kinderen te voorzien van milieueducatie. Als Groene Kamer gelooft GCI Unify er sterk in dat het belangrijk is om jonge kinderen te voorzien van informatie en de informatie toegankelijk te maken.